leden van TLC. Nou, zoals jullie zien zijn we vandaag weer verder met het uitleggen van de Phaeton Play app. Sinds vandaag staan er ook elke week 3 trainingen in. Dus niet alleen met losse oefeningen, maar ook echt 3 trainingen. Vandaag heb ik iemand meegenomen voor jullie die deze oefeningen gaat laten zien. Nou, hij gaat zichzelf straks even voorstellen. Belangrijk is in deze dagen natuurlijk dat je de oefening goed uitvoert, maar ook dat je wel die 1,5 meter afstand houdt. Want veilig blijven en gezond blijven is natuurlijk het belangrijkste. Maar dat kan prima, zoek een ruimte op, kan in je achtertuin, kan op het pleintje. Maar hou die veilige afstand van 1,5 meter. Ook als je met vriendjes gaat voetballen en dat kan in deze oefeningen heel mooi. Heel veel succes en Jens gaat je vertellen vandaag wat we allemaal gaan doen. Ik ben Jens Graven, ik ben 17 jaar. Ik speel bij FC Groningen onder 17. En ik sta meestal in de spits, soms ook linksbuiten. En ik ga vandaag een paar trucjes laten zien aan jullie. Nou, zoals je ziet is dit de eerste oefening van de week. Het is de magische driehoek. Je ziet 3 pionnetjes staan en een voetbal, die hebben we uiteraard ook nodig. En Jens gaat zo meteen laten zien wat we tussen deze 3 pionnetjes allemaal kunnen gaan doen. Ik ga nu de voetrol laten zien. Ik ga hem eerst wat langzamer doen en daarna doe ik hem wat sneller. Als je wat moeilijker wil doen, kun je natuurlijk ook gewoon veranderen van richting in deze driehoek. Bij de volgende oefening gaan we zijwaarts lopen met de bal mee te nemen onder de voetzool. Ik laat het eerst even langzaam zien en daarna kun je het wat sneller laten doen. Op deze manier, je rolt hem over je voet heen. En terugweg kun je met je linker doen. Ja, en als je wat sneller wil, kan je bijvoorbeeld deze kant op. Hier, dus je van richting. Die stap je over. En maak een snel rondje. Ik ga nu de binnenkap doen en ik ga hem eerst even langzaam voordoen. Nu geef ik even een tip. Als je de kap doet, zorg dan dat je de bal dichtbij houdt en doet alsof je schiet. Zodat je hem daarna weer mee terug kunt nemen. Ik ga nu de overstap doen. Ik ga hem eerst even langzaam uitvoeren. Tip, stap je met je linker eroverheen en neem je met je rechter mee. En bij de andere pion doe je eerst met je rechter eroverheen stappen en dan met links meenemen. En ik ga hem nu even snel voordoen. Oké, de laatste oefening van vandaag is alweer aangebroken. Het torentje. Je begint straks met hoog houden, maar je wisselt elke keer af met voet. Dus de ene keer rechts en de andere keer links. Gaat dat goed? Dan probeer je hem iets vaker te doen. Dus je begint met 1 keer en je vangt de bal weer op. Nou doe je 2 keer rechts en 2 keer links. 1, 2, 3, 4 en je vangt de bal weer op. Nou doe je 3 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en je vangt de bal weer op. Nou dat ga je steeds weer vaker doen. 4, 5, 6, 7, 8 keer links, 8 keer rechts. En kijken hoe lang je dit kan volhouden. Op de Phaeton app staat erbij wat je niveau is als je het heel vaak gaat doen. Valt de bal op de grond, ben je af en begin je weer opnieuw. Dan vang je de bal weer op.